Jeremy de Nooijer, jij scoort niet heel vaak, maar als je het doet, dan gaan ze er lekker in, hè? Ja, zeker. Ik was al heel de wedstrijd op zoek naar een goal. Dus, en, ja, ik kreeg een goede bal van Thomas Vaar. Ik nam hem goed aan en ja, ging er lekker in. Ja. Je zegt, ik was op zoek naar die goal. Je oogde ook, ook gretig, dus jij, dat zag je ook. Hè? Je wilde dat doelpunt graag maken. Ja, ik kreeg een paar keer de bal niet. En, als ik hem kreeg, dan denk ik wel dat ik had gescoord. En ja, net vlak voor tijd kreeg ik toch die bal en zit hij toch. Jullie winnen met 3-0. Lijkt eenvoudig. Was het dat ook? Ja, ik denk eigenlijk wel. Ik denk dat we zelfs nog meer konden winnen als we het goed uitspeelden. En ja, ik denk dat de tweede helft heel goed was en de eerste helft dat het een beetje gelijk op was. Waar zat hem dat in, dat jullie in die tweede helft blijkbaar dat verschil konden benadrukken ook op het veld? Ja, ik denk dat we eerder druk gingen zetten, dus meer naar voren, zodat hun meer de lange bal moesten geven. En ja, daardoor hadden wij snel de bal. En ja, we vonden vaak de vrije man, dus daardoor ging het wel goed. Jullie hadden met name in de laatste twee thuiswedstrijden tegen Helmond en tegen Volendam niet een heel goede indruk achtergelaten. Gingen jullie ook echt het veld in met die instelling, ja, we moeten iets aan het publiek bieden vandaag? Ja, dat sowieso. Maar dat heb je altijd. Het maakt niet uit of je daarvoor hebt verloren of niet. Maar ja, we hebben nu al twee keer gewonnen daarvoor. Dus we hadden een lekker gevoel. En ja, we moesten vandaag wel echt winnen. Dus dat is heel belangrijk. Je wint, nogmaals eenvoudig. Was ook belangrijk om die aansluiting bij die top te houden. Hè? Jullie staan 5 punten achter. Ja, dan mag je deze wedstrijd eigenlijk ook geen punten verspelen. Ja, klopt. Want ik zag dat Roda ook 2 had gewonnen. Dus ja, om toch bij te blijven moet je toch elke wedstrijd weer winnen. Dus dat deden we vandaag. Dat was goed. Vanavond dat doelpunt nog maar eens terugkijken? Ja, dat sowieso. Ja, natuurlijk.